Welkom bij deze nieuwe video. Zoals je kunt zien zit ik hier in mijn badjas, mijn haar, handdoek, dingetje. Want ik ga mezelf vandaag een volledige kerstmakeover geven. Elk jaar met kerst maak ik een kerstmake-up look. Af en toe maak ik er ook een aantal en af en toe gewoon maar eentje. Ik denk dat ik het dit jaar maar bij eentje hou, but I'm not sure. Maar in ieder geval die van vandaag wordt de kerstlook van 2021. En ik dacht in plaats van alleen maar een make-up look te maken zoals ik normaal doe, ga ik mezelf gewoon een hele kerstmakeover geven. En dat houdt in make-up, haar en kleding. Dus ik ga beginnen met mijn make-up. Dan ga ik mijn haren doen. Ik ga ook een You Part Wig opdoen. Dan kan ik ook gelijk aan jullie laten zien hoe je zo'n pruik opdoet. En mijn kleding ga ik ook doen. Ik heb een heel leuk nieuw jurkje. En die is echt super leuk en ideaal voor kerst. Dus dat leek mij wel leuk, want dan kan ik jullie een beetje inspiratie geven. Zoals jullie weten, als je mij volgt tenminste, ben ik heel extra. Alles aan mij is heel extra. Altijd lekker veel make-up, lekker heftige kleding, glitters, dit, dat. En dat gaat het vandaag ook weer zijn. Het is kerst, dus ik vind dat we dan allemaal wel een beetje extra kunnen zijn. En ik weet dat de gemiddelde Nederlander niet echt extra is. Maar kerst en oud en nieuw zijn echt de twee gelegenheden om extra te zijn. Ook al ben je dat normaliter niet. Dus vandaar dat ik jullie vandaag een beetje inspiratie wil geven omtrent alles. Dus vind je dit nu wel leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze makeover. Oké, ik heb mijn haren gewassen. Dus ik laat het gewoon even in deze microvezelhanddoek. En dan kan het gewoon drogen. En ik ga gewoon beginnen met mijn make-up. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkies, dagcreme en that's it. Ik ga vandaag voor een heftige look, full glam look. Maar het wordt wel draagbaar, dat wel. Ik ga beginnen met primer met mijn Clarins Instant Smooth Primer. Deze hebben jullie gezien in mijn Clarins Advent Kalender Unboxing. En deze is ontzettend fijn. Het maakt je gezicht zo smooth. Ik pak altijd gewoon maar een heel klein beetje. En dan druk ik het zo hierin en een beetje hier. En een beetje op de kin. En het maakt mijn gezicht zo smooth. En het trekt echt super snel in. I love it. Het potje is klein, maar hij gaat best wel lang mee, omdat je sowieso niet veel hoeft te gebruiken. Jongens, ik heb al een week geen video's gemaakt. Ik moet weer echt eventjes wennen of zo. Mocht je je afvragen, hoezo heb je een week geen video's gemaakt als je 4 video's per week plaatst? Ik kan 4 video's maken in 2 dagen. Dus ik heb maandag, dinsdag, vorige week de video's gemaakt. En vandaag is het weer dinsdag. En dan maak ik vandaag 2 video's en morgen. Dus op die manier gebeurt het dus af en toe dat ik gewoon een week geen video's maak. Voor foundation ga ik in met mijn Huda Beauty Foundation Stick. Deze heb ik in de kleur 350G. En dit is echt een hele fijne stick. En het heeft een medium dekking. Ik gebruik expres iets met een medium dekking en niet een volledige. Omdat ik al weet dat ik best wel wat make-up ga opdoen. En anders wordt het allemaal te dik. En dan blend ik het in met deze fantastische kwast van Morphe. De E63 kwast. Deze is echt heel fijn. Ik heb al zo lang geen normale oldschool make-up tutorial gemaakt. Ik vind het echt heel leuk om dit te doen. Let me know beneden in de reacties als je vaker van dit soort video's wilt zien. Ik ga ook nog een look maken voor oud en nieuw. Dat doe ik ook elk jaar. Oh jongens, die primer maakt zoveel verschil. Echt, als je je zo vaak opmaakt als dat ik doe, je ziet er echt gelijk verschil als iets goed is of heel slecht is. En ik zie echt gewoon dat mijn gezicht echt wat smoother is. I love it. Voor concealer ga ik in met mijn Catrice True Skin Concealer in de kleur 032. Ook deze heeft een medium dekking en hij hydrateert. En dat vind ik heel fijn. Dan wordt alles niet te droog en zo. En de kleur is echt perfect. Een beetje een olijfachtige kleur. Dat matcht echt heel goed met mijn huidskleur. En zo'n ondertoon zie je ook niet heel vaak. Helemaal niet bij de betaalbare make-up. Dus dat maakt het wel een beetje uniek. Deze concealer is al wel bijna op. En dan blend ik het in met deze spons van Elf. Volgens mij is hij niet meer te koop. Maar als hij er nog is, ik zou hem zeker halen. Ik had hem destijds besteld bij Douglas. En hij is super groot en super zacht. En hij is heel goedkoop. Dus deze Elf Cosmetics spons is echt amazing. Je ziet hem mij ook echt bijna in elke video gebruiken. Maar ik meen me te herinneren dat ik hem erna nog wilde opzoeken om een backup te bestellen. En dat hij er niet meer was. Maar I'm not sure. Oh jongens, mijn gezicht ziet er zo mooi smooth uit. I love it. Dan is het tijd voor cream contour of cream bronzer, hoe je het ook wilt noemen. Deze is van Elf, de Putty Bronzer. Deze heb ik in de kleur Bronzed Bell. Deze lijken allemaal echt super donker, maar als je ze aanbrengt is het dus helemaal niet. Deze kleur is echt perfect voor mij. Deze zijn nu ook al te koop bij Douglas. En dan blend ik het in met deze kleine stippling brush van Makeup Studio nummer 35. Deze is echt amazing jongens. En ik heb een kortingscode voor hun website, staat beneden in de beschrijving. Deze kwast is echt een aanrader voor cream contour. En dan pak ik gewoon zo'n klein beetje. En dan breng ik het gewoon zo aan. En ik breng echt maar een heel klein beetje aan. Because less is more. En als je te veel aanbrengt is het bijna onmogelijk om het weer minder te maken. En je kunt beter met minder beginnen en gewoon meer aanbrengen. Het is heel subtiel. Maar echt heel mooi. I love it. Het geeft zo echt dat gecontourde effect.
Kijk, het is zo subtiel. Het is echt niet too much. Ik weet ook nu al dat ik nog inga met poederbronzen. Dus ik vind het fijn dat het niet too much is. En dan nog even de concealer extra inblenden voordat ik inga met poeder. En dan ga ik in met mijn Coty Airspan Extra Coverage Poeder. Dus ik heb de versie met extra dekking. Dit is echt de ideale poeder als je wilt dat je gezicht mooi mat blijft, dekking heeft en de hele dag goed blijft zitten. Wel moet ik erbij zeggen, als je foto's gaat maken, wat heel veel mensen doen met kerst, dan raad ik hem niet aan, want hij heeft wel wat flashback. Maar als je weet dat je echt op geen enkele foto gaat zijn, ja, dan is het gewoon helemaal prima. En hij heeft ook niet altijd flashback. Het is echt alleen als je een foto maakt met flits of het is donker of whatever. Dan ga ik mijn neus contouren met dit Revolution paletje en ik gebruik deze kleur hier. Ik moet echt een ander halen, dit kan niet meer. Volgens mij is hij niet eens meer te koop, I'm not sure. Als iemand een heel goed contourpaletje weet of een contourkleur, let me know. Want ik ben echt op zoek naar iets nieuws. Als je je neus contourt, ga echt helemaal door tot onder je wenkbrauw hier zo. Want dat geeft het meest natural effect. Anders heb je gewoon zo twee van die lijnen op je neus. Maar als het echt helemaal zo doorgaat tot hier, dan is het gewoon alsof het de schaduw is van je neus. En gewoon je neus echt zo smal is. En dan pak ik deze gele bananenkleur hier. Een beetje. En die breng ik dan zo hier aan op de zijkant van mijn neus. En dat laat het dan ook weer iets smaller lijken. Kijk, nou is het hier wel en hier niet. Zie je het verschil? Nou, lijkt mijn neus echt iets smaller. Dat heeft echt heel veel effect. Oké, neus is gecontourd. Nou is het tijd voor mijn Max & More Action Fixing Spray. Om alles weer mooi te hydrateren en in elkaar te laten smelten. Dit is echt een cruciale stap. Moet je echt doen, anders wordt je gezicht één grote cakeface. Je mag ook echt best wel wat aanbrengen. Je gezicht mag echt gewoon helemaal nat zijn. Maar dan niet gelijk ingaan met meer make-up. Eerst laten opdrogen. Echt helemaal. Het moet echt helemaal droog zijn voordat je verder gaat. Anders ga je vlekken krijgen en je gaat alles wegvegen en been there, done that. It's gonna be a mess. Oké, mijn basis is helemaal gelegd. Nou ga ik stoppen met het gezicht en ga ik beginnen aan de ogen. Ik ga voor een basic bruine smoky eye. Maar ik ga het heftiger maken en feestelijker maken met glitters. Het paletje die ik ga gebruiken is dit prachtige paletje van Morphe in samenwerking met Jaclyn Hill. De Define Neutrals Palette. En zoals de naam al zegt, dit zijn een heleboel neutrale kleuren. Deze zijn allemaal mat en de kleuren eronder zijn allemaal glanzend. Ik heb het paletje al gebruikt en het is echt amazing. Echt, ik overdrijf niet als dit een van de betere paletjes is van hun. Het is echt fantastisch. Te koop bij Douglas, ook niet al te duur. En echt ideaal voor elke soort look. Dus echt fantastisch. Ik raad hem echt aan. Ik ben er echt helemaal enthousiast over. En dan wil ik vooral de matte, donkere kleuren hier zo gebruiken. En dan ga ik erna ook nog in met wat rode glitters om het wat heftiger en feestelijker te maken. Dus dat is wat we gaan doen. Laten we inzoomen op de ogen. Oké, we zijn ingezoomd. Nou kunnen jullie alles beter zien. Ik heb al concealer en zo aangebracht op mijn ogen. Dus ik hoef niet meer te primen. Ik ga eerst beginnen met een lichtere bruine matte kleur hier. Die heet Good Vibes. Die kleur breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quas. En die gaat in mijn hele arcaarboog. En de look wordt heel rond. Dus ik maak van dit soort ronde bewegingen. Een beetje als een ruitenwisser. Dan ga ik in met een iets donkerder, warme bruine kleur. Die heet Booked. Die ga ik aanbrengen met een iets kleinere fluffy kwast. Zoeva 224 is ook fluffy, maar gewoon iets kleiner dan die van net. Ik pak een klein beetje van die kleur, niet te veel. En die gaat ook in mijn arcaarboog. Maar ook weer van dit soort ronde ruitenwisserbewegingen. Ruitenwisser, ik weet niet waarom ik daarop kom. En nou blijf ik een beetje laag, een stuk lager dan die kleur van net. Nu ga ik in met een nog donkerder bruine matte kleur hier. Die heet Boo Bear. En die kleur breng ik aan met deze platte fluffy kwast van Boosie Shop UP24. Deze is zo plat en fluffy, zeg maar. Dus je kunt zo packen en goed aanbrengen op je ooglid en gelijk blenden, omdat het ook fluffy is. En deze kleur gaat over mijn hele ooglid. En dan blend ik het ook door in mijn arcadeboog. Maar als ik in mijn arcadeboog ga, dan blijf ik ook weer een beetje onder die andere twee kleuren. Dus deze kleur blijft echt op zijn laagst. Maar ik begin eerst met echt gewoon zo erop drukken op mijn ooglid. Dit is echt een prachtige kleur. Als je het nog donkerder wilt hebben, je kunt dan ook ingaan met de kleur hier. Deze is echt heel erg donker. Maar ik wil het niet zo donker hebben, dus ik hou het gewoon hierbij, denk ik. Kijk, en dan als je het helemaal zo hebt ingedrukt, zeg maar, dan kun je verder gaan met een beetje blenden in je arcadeboog. Pak niet meer product, want dat hoeft absoluut echt niet. Dan wordt het heel vlekkerig. Maar blend gewoon uit of wat er al zit. En blijf heel erg laag. Dat kan ik echt niet vaak genoeg herhalen. Kijk hoe mooi dit is. Dit paletje is zo goed, goed gepigmenteerd. Het blendt geweldig in. Ik heb er echt niks op aan te merken. Echt geweldig. Oké, dan nu ga ik al die drie matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. En ik ga van donker naar licht. Dan pak je deze licht roze glanzende kleur hier. Die heet Arlux. En die kleur breng ik aan hier zo in de binnenste ooghoek. Om het een beetje daar te verlichten. En dan ga ik in met dit bruin oogpot een loodje van Benefit voor in de onderste waterlijn.
Oké, nou dit ziet er echt fantastisch uit. Gewoon een simpele bruine smokey eye. Je kunt ook gewoon zo laten, mascara, nep, wimpers erop. En je bent gewoon klaar. Maar natuurlijk kan ik dat niet doen. En ik vind ook dat jullie dat niet moeten doen, want het is kerst, dus je moet een beetje extra zijn. Dus ik ga in met deze losse glitters van Shadow Moon Cosmetics. Dit is een webshop uit Engeland met allemaal van dit soort losse glitters en pressed glitters. En ze hebben echt gewoon van alles. En de verzending is slechts 5 euro of iets en je hoeft niks extra te betalen. Dus het is echt fantastisch. En deze glitters heten Naughty. Deze ga ik aanbrengen met deze glitterlijm van BH Cosmetics, zo een beetje op het midden van mijn ooglid. Jongens, ik vind dit zo leuk. Kijk even hoe extra dit is. Als je gewoon zo recht vooruit kijkt, valt het niet per se heel erg op. Maar dan als je omlaag kijkt of zo knippert, heb je allemaal zo shebang en glitter. Ik ben al de hele tijd aan het twijfelen of ik ook een winged eyeliner wil aanbrengen of niet. Maar ik denk toch dat ik het niet ga doen. Ik denk dat ik het gewoon zo hou. Het is allemaal al heftig genoeg. Voor mascara gebruik ik deze Shiseido mascara. De Controlled Chaos Mascara. En dan natuurlijk ook hele heftige wimpers. Dit zijn TL4 Faux Mink Lashes van Tati Lashes. Die ga ik opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Jongens, ik ben echt obsessed met deze ooglook. Ik vind het zo leuk. Mijn hele handdoek is eraf aan het flikkeren. Nou ga ik mijn gezicht bronzen met deze Morphe X Avani Greg Bronzer. Een hele mooie matte warme bronzer in de kleur Hawaii. Ik vind altijd alleen maar cream bronzer echt niet genoeg. Dus ik wil ook altijd ingaan met een poeder bronzer. Maar als er een cream onder zit, dan blijft het echt veel beter zitten de hele dag. Voor blush gebruik ik deze MAC Cosmetics blush in de kleur Peaches. Dit is echt een hele mooie peachy kleur. En hij is ook sheer tone, dus hij is niet te heftig. En als highlighter gebruik ik deze Glow Obsessions palet van Huda Beauty in de kleur Medium. En dit is echt een prachtig, heel heftig paletje. Zoals je kunt zien is hij vaak gebruikt. En ik mix altijd deze twee kleuren een beetje met elkaar. En die breng ik dan aan. Dit is echt de prachtigste gouden heftige highlighter ever. Echt, I love it. En dan pak ik weer deze lichtste kleur. En die breng ik dan ook nog hier zo extra aan. Om het extra te verlichten. En met wat er nog op de kwast zit, breng ik ook een heel klein beetje glow aan hier zo onder de wenkbrauwen. Amazing. Kijk hoe mooi dit is. Jongens, ik ben echt obsessief met heel deze make-up look. Deze producten zijn echt geweldig, werken geweldig samen. Oké, dan de lippen. Ik zit te denken om gewoon echt te gaan voor een rode lip. Maar ik weet niet of dat dan weer te heftig is ofzo. Maar ik vind dat wel een mooi matchen met de rode glitters. Snap je wat ik bedoel? De outfit die ik ga aandoen is ook al wel heel veel glitteren en heftig. Dus ik weet niet of ik dan ook echt rode lippen wil doen. Ik denk dat als mijn outfit geen glitter had gehad, ik voor rode lippen was gegaan. Dus afhankelijk van wat je gaat aandoen, kun je hierbij rode lippen doen of nude lippen. Ik denk dat ik gewoon nu ga voor bruin nude. Ik ga voor mijn Morphe Sweet Tea lippotloodje die ik altijd gebruik. En deze nieuwe lipstick van Messauda in de kleur 102 Prince. Deze lipsticks zijn allemaal echt zo mooi. I love it. En het is creamy, dus het droogt mijn lippen ook niet uit. Love it. Deze lipstick heb ik nog nooit opgedaan. En hij is echt mooier dan dat ik had verwacht. Wauw, super creamy, I love it. En het matcht echt perfect met het lippotloodje. En dan als laatste wat fixing spray. Ik gebruik deze I Heart Revolution X11 fixing spray, zodat mijn make-up de hele dag goed blijft zitten. En dan zijn we klaar met het make-up gedeelte. Oké, nu de make-up helemaal klaar is, is het tijd voor de haren. En zoals ik al zei, ga ik aan de slag met een U-part wig. Wat is een U-part wig? Dat is een pruik die hier zo open is. Zie je dit? Hier zie je een soort van U-shape. En daar is het open, want daar komt dan je echte haar. Ik wil niet meer mijn haren beschadigen met al het gestijl en zo. Dus op deze manier hoef ik mijn haren niet te stylen. Alleen maar een klein plukje haar hier wordt stijl. En de rest wordt gewoon helemaal beschermd hieronder. Deze U-part wig heb ik gewoon van de AliExpress. Ik zal alle info beneden in de beschrijving plaatsen. Het is gewoon echt haar. Het is iets van 28 inch of zo. Echt heel lang. En dan ga ik er ook van die krullen in maken met deze wafeltang. Of hoe dit ook heet. Dus dat wordt de look. Dus we gaan gewoon eventjes dit een stukje doorspoelen. Thank you.
Oké, jongens, dit is dan mijn haarstijl. I love it. Dit is echt mijn fave haarstijl. Deze heb ik echt zo vaak, ook in video's en zo. Besef even hoe lang dit haar is. I love it. Een U-part wig is dus echt ideaal als je niet meer je haren wilt beschadigen. En je bent best wel snel klaar, want je hoeft niet helemaal nog je echte haar te doen. Dus I love it. Dit is dan de make-up en de haren. Dan gaan we nu naar beneden naar mijn slaapkamer voor de kleding en de sieraden en de schoenen en zo. Oké, jongens, ik ben nou hier in mijn slaapkamer. Dit is de jurk voor kerst. Echt, dit is echt een geweldig jurk voor elke feestdag of gewoon als je uitgaat of whatever. Hij is helemaal strapless en hij is zwart, grijsachtig met allemaal zo van die glitters en hij gaat helemaal tot aan de knie. Hij is van Muki Fashion en Muki Fashion heeft echt een heleboel leuke outfitjes voor kerst en zo. En deze is echt fantastisch. Hij is zo strapless. Hij is one size, dus ik denk dat maten S, M en L hem gaan passen. Ik persoonlijk heb altijd maat S, M-achtig en ik pas hem. Hij is wel een heel klein beetje strak omdat ik brede heupen heb en zo, maar het is gewoon oké, want hij is echt super stretchy. Dus deze is echt super leuk. Deze ga ik aandoen. En dan met deze super cute hakjes. Deze zijn van de Primark. Super leuk. Met allemaal zo van die glittertjes erop. Ik hoop dat je het goed kunt zien op beeld. Echt helemaal ideaal voor kerst en voor de feestdagen. Dus deze wil ik eronder aandoen. Oké, jongens. Ik heb hem aan. Hij is echt super duper mooi. Hij maakt je figuur ook echt heel erg mooi. En fun fact. Je hoeft hem ook niet per se met een BH aan. Ik heb hem wel met een strapless BH aan. Maar het hoeft niet. Want er zitten hierin al van die soort van BH cups, als je begrijpt wat ik bedoel. Voor de sieraden ga ik deze in doen. Echt, ik ben hier zwaar overbelicht, maar deze oorbelletjes, deze heb ik ooit gehaald bij de Primark. En dan deze ring in het goud. Eigenlijk staat goud niet per se met deze outfit, maar ik draag echt alleen maar goud, want dat vind ik gewoon mooi. Dus deze ga ik eventjes in doen. Ik wil verder niet too much. Ik ga ook geen ketting doen of armband of whatever. Want ja, alles is al too much. Dus ik wil hier dan ook nog veel te veel sieraden in doen en zo. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oké, super leuk deze oorbellen. I love it. Ik denk dat het zo dan wel goed is. Of is het misschien leuk om toch wel een ketting te doen, maar dan zoiets? Of is het too much? Konden jullie mij maar gewoon nou antwoorden? Is het too much? Ja, nee, jongens, ik vind het too much. Ik laat ze hier gewoon bloot. Nou, jongens, dit is het dan. Dit is de outfit. Wat vinden we ervan? Kijk, deze schoentjes, hoe leuk. Ik vind dit echt een super duper leuke outfit, jongens. I love it. Heel mooi met mijn haren en mijn make-up. Dit is echt de ideale kerstlook. Jongens, wat vinden we ervan? Ik ben zo benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ik heb echt mijn best gedaan om er echt iets moois van te maken. Echt iets feestelijks. Hallo, focus. Echt, I love it. Super mooi. Kijk even al deze glittertjes allemaal en de schoentjes ook allemaal zo glitter. Echt amazing. Dit is echt de perfecte kerstlook. Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn hele kerstlook, kerstmakeover. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je nog meer van dit soort looks wilt zien, let me know beneden in de beschrijving. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. En jullie hier vandaag echt iets aan hebben gehad. En kom lekker kletsen met mij beneden in de reacties. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!